De ontwikkeltijd van een training is teruggebracht van maanden, maanden ontwikkeltijd tot enkele dagen. En dat allemaal dankzij Gen AI. En Gen AI, ofwel Generative AI biedt jou dus enorme kansen als ondernemer en of je nu trainer, coach of adviseur bent, jij kunt jouw kennis heel snel bij de mensen brengen die daar behoefte aan hebben. En zoals dat dan gaat met deze nieuwe stormachtige ontwikkelingen zijn er dan allerlei partijen die daarop inspringen en allerlei tools gaan maken en aanbieden. Dus we hebben weer een berg aan tools waarvan jij misschien denkt, en welke moet ik nou kiezen? Daar, vandaar deze video. Ik heb onderzoek gedaan en in deze video vergelijk ik zeven verschillende tools. En die zeven tools die hebben allemaal, nou ja, overeenkomsten maar ook wel verschillen. En die ga ik je in deze video laten zien, zodat jij aan het eind van de video weet die tool moet ik hebben en die tool die past niet bij mij hoi Miriam van How Hotspot hier weer en deze keer dus met een video over GenAI tools die helpen om cursus te genereren ofwel AI course generators ik vergelijk er zeven in deze video en dat doe ik op basis van een aantal criteria ook zeven criteria en die ga ik zo met je delen maar eerst nog even een algemene opmerking deze GenAI Course generators, die bestaan allemaal nog maar een paar jaar, als ze al een paar jaar bestaan. Dus het is allemaal nog in ontwikkeling en daar gaat nog veel meer komen, denk ik. Dus als er nou een paar dingen zijn waarvan je denkt van, hmm, dat vind ik toch minder of dat spreekt me nog niet zo aan. Je staat nu aan de vooravond van, denk ik, uh, dingen die, die heel snel nog steeds sneller gaan, gaan veranderen. En de mogelijkheden die gaan enorm groeien. Dus als je er kennis mee wil maken, zou ik niet te lang wachten... Het is behoorlijk genoeg en uh, dat kan ik je al wel vertellen. Het is kwalitatief goed genoeg om echt de markt op te gaan met de cursussen die ze genereren. Oké, okay. laten we van start gaan en dan beginnen we dus met de criteria. Voor deze video heb ik gekeken naar de volgende zeven criteria. Het AI-resultaat, dus eigenlijk als je vraagt om iets te maken, wat krijg je dan? Is het, is het veel? Is het weinig? Is het een beetje leesbaar of denk je van. Hmm. Nou, dat dus. Um, kan die afbeeldingen genereren of gebeurt dat niet? Wat nog heel beperkt is, is uh, audio genereren of video genereren. Dus die heb ik even buiten beschouwing gelaten, want dat zou geen eerlijke vergelijking zijn. Uh, quizvragen. Uh, afhankelijk natuurlijk van hoe jij je cursus opbouwt, kun je je cursisten quizvragen voorleggen. Misschien deed je dat nooit, maar als je dit ziet, denk je van, ja, het is eigenlijk best leuk om mensen wat te vragen over de cursus. En om te kijken of ze er wat van opgestoken hebben. En je hebt ook allerlei soorten quizvragen, zullen we ontdekken. AI heeft natuurlijk in principe de potentie om iets unieks te genereren. Maar het zou natuurlijk zomaar kunnen zijn dat als ik twee keer dezelfde vraag stel, of jij stelt dezelfde vraag als ik, dat we vergelijkbare content krijgen. Omdat de vijver waaruit gevist wordt nou eenmaal dezelfde is. Als je dus je eigen unieke content kunt uploaden. Dan krijg je per definitie al bijna een unieke cursus of een unieke online training voor je kiezen. Dat bedoel ik hier met eigen content. Kan ik mijn eigen content uploaden op basis waarvan dan of in ieder geval met behulp waarvan die AI-generator dan aan de slag gaat? Kan ik mijn cursus handmatig aanpassen? Maar kan ik hem eh, niet alleen maar de gegenereerde tekst aanpassen, maar ook de eh, ja moet ik dat zeggen? Uh, stukken toevoegen, gewoon helemaal handmatig. Kan ik hem helemaal handmatig opbouwen? Misschien zeg je ja, dan wil ik niet, maar ik vind het wel belangrijk dat dat ook kan. Want uh, anders heb je natuurlijk een beetje een probleem. Branding instellen. Nou ja, je, je cursus moet ook een beetje mooi uitzien. Dus kan je daar, wat kan je daarmee? Kan je daar iets mee? En uh, scorm, dat is natuurlijk alleen maar voor uh, trainers interessant. Kan je het exporteren als scorm? Uh, kan je het misschien koppelen met een LMS, dat ligt niet helemaal in elkaars verlengde, maar dat kan wel heel interessant zijn op het moment dat jij natuurlijk als trainer uh, denkt van hey, dit is misschien wel interessant voor mij, uh, maar ik wil aan bepaalde standaarden voldoen en die, uh, daarom heb ik dit meegenomen. En dan tot slot is het altijd interessant om te weten wat kost nou een abonnement en wat betekent dat? Nou, dit zijn de criteria die ik heb gekozen. Er zijn vast nog allerlei andere criteria te bedenken, maar op basis van deze criteria ga ik dus een aantal tools met je eh, doornemen. En eh, dan gaan we dit tabelletje vullen. Je ziet hier nu allemaal nog vraagtekens staan. En eh, daarom stel ik voor dat we heel snel doorgaan naar de eerste tool. Oh nee, voordat we dat doen, de linkjes naar alle tools die ik hier noem, die komen onder deze video te staan. Dus als je denkt, ik wilde die of die uitproberen, dan kun je op een van die linkjes klikken. Maar goed, dat is misschien wel overbodig. Dus ik stel voor dat we na de eerste tool gaan doen we dat. Nee, nog even één ding. Even goed om te weten: ik heb niet voor al die tools een account aangemaakt. Voor heel veel wel, maar voor een, een aantal, maar niet voor allemaal. En wat ik nu in deze vergelijking dus ook doe, is eigenlijk op basis van de informatie die ze op de website bieden en eventuele demo-filmpjes die ze geven, op basis daarvan ga ik hier die uh, tabel invullen. Dus als je denkt van hé, hey, ik zie niet heel uitgebreide tutorials of demo's van die tools, dat klopt. Want uh, dat is ook niet het doel van deze vergelijking. Ik wil, op, wil jou helpen om een keuze te maken om één of twee van die tools verder te onderzoeken voor je eigen toepassingen. Nou, dat gezegd hebbende, laten we schakelen naar tool nummer 1. En dat is Mini Course Generator. De naam is een beetje een, een weggevertje, het maakt, je maakt hiermee mini courses. en meerdere minicursus kun je weer uh, uitbreiden tot één grote training. En maar een cours kan je bijvoorbeeld ook in plaats van een gratis pdf als een soort van weggever weggeven, als een weggever weggeven. Maar daar zijn dus allerlei toepassingen voor te bedenken. Goed, um, je ziet het hier al een beetje, hè? het ziet er heel aantrekkelijk uit. Het is een beetje een, ja, hoe moet je dat zeggen, een Instagram look of een... een, een... Korte, nou, ik weet niet precies hoe je die look moet noemen, maar het ziet er heel erg leuk uit. En um, we gaan even schakelen naar de features. AI Course Generator, uh, Course Creator moet ik eigenlijk zeggen. Als we daarop klikken, dan kom je hier op een pagina waarbij je eerst een, een, afbeel of een afbeelding, een video krijgt. Daarin laat zij precies zien hoe je zo'n cursus maakt. Dus die kun je zelf even nakijken. Hieronder kan je de mini-cursus bekijken. Die in die video is gecreëerd. Maar ik scroll eerst even naar beneden. Nou, Dit is natuurlijk allemaal reclame. Maar hoe werkt dat nou? Kijk, je moet het eerst beschrijven. Daar staat uh, de, wat je bent. Hè, wat je voor. Uh, stel dat je hier staat Parenthood Coach. Um, en wie je uh, target audience is. En de beschri beschrijving. En dan. Gaat het in een aantal stappen die content creëren? En de titel is daarvan het eerste. En dan kun je uit een aantal titels kiezen. Of je zegt, ik wil hem zelf schrijven. Of je zegt, nee, ik wil dat hij opnieuw gegenereerd wordt. Dat betekent dus dat voordat de outline gemaakt wordt. jij al best wel wat informatie gegeven heeft. Nou, dan kan alleen maar de kwaliteit ten goede komen. Is mijn bescheiden mening. En je kunt vervolgens zeggen, ik wil ook nog afbeeldingen erbij. Die heb ik geprobeerd een keer. Een was ik niet meteen heel erg gecharmeerd van niet dat de afbeelding slecht was, alleen die was niet helemaal een match met mijn um, wensen, zeg maar. Dus dat kan ook aan hoe ik het gedefinieerd heb uh, gelegen hebben. En dan ga je vervolgens die hele mini-cursus uh, genereren, of dat gaat AI doen. Dan ga je zelf vragen toevoegen. Um, dat kan dus met AI-quiz, dat is nog wel wat beperkt, maar je kan het ook zelf doen. En AI kan je ook nog weer. Gebruiken als je dan eenmaal zo'n opzet gemaakt hebt en dat noemen zij kaarten. Dus uh, een pagina is een kaart. Zo zou je het eigenlijk kunnen zien. Dan uh, kan je die weer AI weer inzetten om de content te verbeteren of nog een stukje uh, toe te voegen. Als je cursus dan klaar is, nou, dan kan je er van alles mee doen. Zoals uh, trainingen verrijken met uh, certificaten, geld voor vragen, onboarding, kan je bijvoorbeeld regelen in bedrijven met dit soort. Mini cursussen. Nou, zo hebben ze dus allerlei toepassingen en use cases. Dit is dus Mini Course Generator. We gaan nog even naar het hoofdstukje Share, hè, want we zijn nu in de. We waren natuurlijk nog bij de Features. Je kunt webcursussen makkelijk delen door ze te embedden op je eigen webpagina. Dat is natuurlijk heel handig. Je kan ze ook gewoon delen met een link, want je krijgt er een landingspagina bij. SCORM, dat kan. En je kan. Um... PDF's maken als je dat zou, zou willen. En dan hebben we nog een laatste optie: Automations. En daarmee kun je connecten met heel veel of integreren met heel veel andere software, zodat je cursus niet aan zich komt te staan. Dus eigenlijk is een mini-course generator een heel compleet: um, ja, moet je zeggen. Um, het is een maar het is een hele complete cursusgenerator. Je kan daar eigenlijk heel veel dingen mee. En wat ik heb gezien, en je moet het zelf maar eens even bekijken, het ziet er heel gebruiksvriendelijk uit en het is heel gemakkelijk om te doen. Als je er meer in detail naar wil kijken, kijk dan naar de video over Mini Course Generator die ik eerder publiceerde. De link naar die video vind je ook onder deze video. En dan gaan we nu de tabel invullen voor deze tool. Want zo gaan we dus. Uh, nou ja, kolom voor kolom. De kolom invullen. Ik heb hier ingevuld mini-course generator. Ik vind het AI-resultaat uh, goed eruitzien. De AI-afbeeldingen kun je genereren. Hier heb ik een foutje gemaakt, zie je. Je kunt wel quizvragen genereren. Je kan alleen niet werken met je eigen content. Die kun je wel toevoegen als attachment. Maar je kunt niet een cursus laten genereren op basis van je eigen content. Wat ik al zei in die video zag ik hoezeer handmatig die cursusmaterialen kon aanpassen. Je kunt je branding helemaal instellen en de SCORM export hebben we gezien. En de prijs is alleszins redelijk. Rond 13,50 in euro's. Het is in dollars dus het zal misschien iets variëren. Ik geloof 15 dollar is het goedkoopste abonnement waarmee je ook echt dit kan doen. Goed om te weten is dat Mini Course Generator heeft ook een gratis versie. Dus je kunt het heel veilig uitproberen. Wil je mini course Generator proberen? De link vind je onder deze beschrijving. Maar dat had ik geloof ik al gezegd. Laten we dan nu doorgaan naar tool nummer 2. En tool nummer 2 is e-skilled. En je ziet het hier: e-skilled profileert zich iets meer als een uh, robot. Wat je hier ziet is 9 uh, reviews, maar wel allemaal sterren op Google. Dat zijn er trouwens wel weinig, vind ik. Ideal voor any scenario of for any sector. Dus iedereen kan met e-skilled. AI course creator aan de slag. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Je kan het sneller doen en more engaging. Je kunt hele uh, interactieve cursussen maken met deze, deze tool. Uh, mobile friendly design. Dus dat is ook handig. Dat had volgens mij mini course generator ook. Voor alleen, alleen al omdat je het uh, zo, zo à la nou ja, uh, Instagram look and feel. Blijf ik het toch maar even noemen. Um, AI generated It generated imagery, interactieve content met quizzen, simulaties en uh, progress tracking hebben ze ingebakken. Nou is dat ook niet zo heel speciaal, want uh, als je in een cursus zit en je hebt een les afgerond, dan krijg je daar vaak een vinkje voor of een bolletje of wat dan ook. En dat het quick and easy is, dat geloof ik wel als AI aan de slag gaat. Kun je alleen hier ook iets extra's meten in opzichte van mini-course generator. Nou, wat we bij de andere nog niet gezien hebben, is 80 talen. Dat is natuurlijk heel erg handig. Ik weet even niet bij Mini Course Generator of dat zo is. Um, je kunt allerlei uh, context toevoegen waardoor de cursus meer op maat of meer toegepast wordt, of meer bruikbaar wordt. Zo moet ik het misschien zeggen voor verschillende doelgroepen in verschillende landen of culturele contexten. En de branding, nou, dat kan bij uh, Mini Course Generator ook. Het delen is heel eenvoudig. En dan staan er hier nog een aantal extra opties. We gaan even naar de features, want dat hebben we daarnet ook gedaan. All features. Het is heel eenvoudig om die course generator aan het werk te zetten. Je kunt ook uh, zelf aan de slag gaan. En wat heel interessant is, vind ik, is als je bestaande content hebt, pdf's, video's, presentaties, die kun je uploaden. En op basis daarvan wordt dan een cursus gegenereerd. Quizzes heb je hier ook. En uiteraard kun je, of niet uiteraard, maar je kunt hier ook smart quizzes toevoegen. Um, editor kan natuurlijk ook achteraf en je kunt vervolgens multimedia toevoegen. Dat moet je zelf doen. Interactiviteit ook. En ook hier is het mogelijk om extra content toe te voegen die je niet gebruikt in de basis van je uh, voor het maken van je cursus, maar die je wil aanbieden aan jouw cursisten. Integraties met een LMS, scoren compliance kan natuurlijk handig zijn uh, voor jou als trainer. Een beetje afhankelijk natuurlijk van. Welke eisen je daaraan stelt of in welk domein je aan het werk bent. En het delen van de cursus is ook heel eenvoudig. Je kunt het dus via een LMS doen, maar je kunt het ook embedden op je website, waardoor je helemaal onafhankelijk van welke LMS-systeem dan ook bent. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste features, denk ik, die we nu de revue hebben laten passeren. Het is een Australisch bedrijf. Voor die dat interessant en relevant vinden. En het is aardig om nog even een glimp op te vangen van hoe ziet zo'n cursus er dan uit. Er zitten wat voorbeeldcursussen in, ik zal er eventjes eentje bij pakken. Dit komt uit de e-learning demo's van eSkilled. Dit is dan de opzet van een cursus. En je kunt met startcursus gewoon naar het begin van de cursus. En hier kan ik mijn navigatie. Hola. Dit is hoe dit moet. Kan ik dit ook overslaan? Ja. Dan hoop ik dat hij niet gaat praten. Eh, dan zie je hier de outline van de, van de cursus. Dit kan ik ook weer dichtklappen zodat het wat overzichtelijker wordt. En hierboven heb ik een audio eh, wat eigenlijk vertelt wat hier staat. Ook hier kan ik via continue steeds naar de volgende stap. En nu krijg ik een overzicht van wat ik allemaal mag verwachten in dit hoofdstuk. En met continue gaan we zo door die cursus heen. Je ziet dat er hier niks wordt afgevinkt, omdat ik eigenlijk ook niks gedaan heb. Even kijken. Dit zijn allemaal dingen die je kan uitklappen. Dus op deze manier wordt die e training opgebouwd, of althans kun je die opbouwen. Er zijn natuurlijk nog veel meer keuzes aan look en feel en aan hoe dit opgebouwd wordt. Maar dan heb je een indruk van wat zo'n training nou doet of hoe die eruit ziet. Maar dit geeft je in ieder geval een indruk van het eindresultaat. Ook e heb ik in een aparte video besproken. De link nemen we op in de beschrijving onder deze video. En dan, natuurlijk, nu het invullen van de tabel voor e -skilled. Dit was een mini-course generator en dit is e -skilled. Ik denk dat het een topdoel is op basis van de informatie die ik nu heb. heb. Alleen de prijs is wat hoger. Het is in Australische dollar, als ik me niet vergis, 89 dollar. En daar uh, moet je een factor 0,6, 0,61 van maken. Dus dan kom je uit op uh, 55 euro ongeveer. Maar het heeft ook wel meer te bieden dan in principe dan Mini Course Generator. Vooral omdat je je content natuurlijk kan invoeren als basis voor een cursus. Gaan we nu door naar tool nummer 3. Uh, en dat is Chicane. Chicane. Is, uh, tenminste zo hoor ik mensen het allemaal uitspreken. Ik weet niet precies hoe het Sommigen zeggen ook chicaan. Het is een all-in-one AI learning platform, zoals je ziet. En de bijzondere dingen die ze bieden zijn roleplay en leaderboards, denk ik. En dat zijn dingen die wel uh, afwijkend zijn van anderen. Ik heb chicane zelf niet geprobeerd met AI. Ik heb wel een gratis account aangemaakt. Daar werd ik niet direct heel gelukkig van, want ik had. Erg veel moeite om de content er goed in te krijgen en opgeslagen te houden en ook weer terug te vinden. Ik heb nogmaals dus niet de course generator gebruikt. Ik heb wel video's gekeken daarover en dat ziet er op zich heel erg goed uit. Ik zal uit deze video eventjes een aantal stukjes knippen zodat je kan zien. Dan krijg je een beetje een indruk van wat het is. Nou, zo ziet de cursus er dan uit. Ziet er op zich prima uit. En dan kun je cursus, quizzen toe, toevoegen, wat op zich natuurlijk niet per se heel erg speciaal is. Maar als mensen die quiz beantwoorden, dan komt er uiteindelijk een leaderboard. En hier zie je dan wie het beste presteert, de meeste punten gehaald heeft. Dat is een beetje competitie, gamification. En daar moet je natuurlijk van houden. Maar als je dat leuk vindt, dan kun je hier natuurlijk helemaal prima mee uit de voeten. En content creëren, een cursus creëren met AI, dat kan ook op basis van bestaande content. En dit is dan het resultaat. Natuurlijk kun je dat weer fine-tunen. En wat ze hier laten zien is de roleplay. En dat is denk ik wel heel grappig. Dan gaat dus de bot interactie hebben met de cursist. SheCan is een heel platform, daar kun je ook je uh, content verkopen. Als je kijkt naar de solutions, dan zie je ook dat het uh, voor learners een ander account is, voor schools. En als je dus zelf dat wil maken, dan wordt je voor creators. Uh, of dan is shecan voor creators voor jou bedoeld. En dan kun je dus creëren, engagen, analyzen en, en, en groeien. En dan heb je dus eigenlijk geen ander LMS-systeem of geen website meer nodig om jouw cursussen te uh, promoten en te verkopen. Ook in SheCan kun je integreren met allerlei tools en hiervoor gebruiken zij Zapier. Dus het is goed om te weten dat er uh, verschillende soorten ingangen zijn bij SheCan. Uh, voor uh, creators is het anders dan voor learners. Dus je kunt ook op SheCan, uh, ik denk dat het een beetje een soort Udemy uh, pla plan is eigenlijk, dat je gewoon je, je maakt een account en dan kun je daar gebruik van maken. Oké, okay. dit wat betreft Chicane, Dan moeten we natuurlijk nu de tabel voor invullen. Daar gaan we schakelen we naar over. En deze tabel, nu is eSkilled gevuld en She Can. Heb ik, ik heb dus het resultaat op iets minder gezet, omdat ik het zelf wat, wat, wat uh, van wat ik de video's heb, van wat ik van de, op de video's gezien heb, uh, wel wat iets, iets ingewikkelder vond. Ik vond dat handmatig aanpassen, vond ik dus best, best ingewikkeld. En AI-afbeeldingen genereren, daarvoor heb je een veel duurder abonnement nodig dan wat, waar ik hier aan refereer, wat voor ongeveer 47 euro, want de prijs is in ponden. Heb ik omgerekend naar euro's om het te kunnen vergelijken? Dat uh, is op zich een hele redelijke prijs, denk ik, voor alles wat ze in principe aanbieden. Dus je kan, is als jij echt, uh, denk ik, meer in de coaching business zit en je wil ook die die rollenspellen zijn natuurlijk heel erg aardig als je daar gebruik van kan maken. Uh, de content creëren. Misschien had ik, moet ik hier een groen uh, vinkje zetten, maar daar ben ik nog niet van overtuigd. Dus wij gaan door naar tool nummer 4. En dat is Course AI. En Course AI, uh, daarmee kun je cursussen creëren. Maar het is een alles in één platform. En het is in die zin wat anders dan de tools die we tot nu toe besproken hebben. Ik zal even naar de features gaan. Dan kun je zien hoe dat werkt. Want ze werken net wat anders. Je wordt eigenlijk stap voor stap geholpen om je cursus te maken. Dus het is niet van ik vul wat informatie in, ik klik op een knop en dan heb ik het. Nee, je gaat stap voor stap. Door al deze stapjes die je hier ziet heen. En uh, uiteindelijk heb je dan een cursus. En je gaat steeds verder verfijnen in feite. En het mooie is wel dat je niet alleen de cursus kan opzetten. Maar je hebt de hulp om video scripts. Of je krijgt hulp omdat er video scripts gegenereerd kunnen worden. Dan hoef je zelf dus niet meer. Je video's. Je moet ze wel opnemen, maar je hoeft niet meer na te denken over oh, wat moet ik er nou precies in zetten. Voiceover generation is coming soon, dus dat is helemaal mooi. Dan worden die voiceovers gewoon gegenereerd. En dan heb je nog allerlei hulp in de academy. Dat is niet alles, want ze hebben dus een alles in één platform. Dus je kunt het ook van daaruit uh, verkopen. En om dat nou weer te ondersteunen, kunnen ook je. Uh, e-mails, dus de welcome-e-mails en de sales-e-mails, die kun je ook met AI laten genereren. Dus in die zin is de, ja, de filosofie veel meer van: nou, we nemen je eigenlijk alles uit handen. Je, hoeft, uh, je moet natuurlijk wel weten waar je je cursussen over wilt maken, maar het uh, is wel heel in, in hele makkelijke stapjes uitgewerkt, zal ik maar zeggen. Uiteraard een dashboard. Ik heb hier vooral geen account aangemaakt. Dus ik kan je hier ook geen demo van geven. Op basis van de info en van ook video's, die er op zich maar heel weinig zijn op YouTube, eh, krijg ik wel de indruk dat het een uh, robuust systeem is. En dat het ook makkelijk werkt. Dus ik stel voor dat we onze tabel, op basis van wat ik weet. En dit korte, wat ik je heb laten zien, nu gaan vullen. En je ziet het: onze tabel die raakt wel wat gevuld. En nu zitten we bij Course AI. Het is niet mogelijk om afbeeldingen te genereren. En eigen content uploaden kan niet anders dan natuurlijk achteraf, maar niet om op basis daarvan een uh, module te genereren of een stuk van je cursus. SCORM heb ik ook niet kunnen vinden, dus mocht dat voor jou belangrijk zijn, dan is het natuurlijk uh, een uh, no-go, denk ik. Uh, de prijs is wel heel interessant. En nogmaals, het ziet eruit als een heel vriendelijk platform, alleen het moet bij je passen. En de belangrijkste reden daarvoor is dat je uh, die stapjes allemaal netjes moet doorlopen. Wil je jouw cursussen uh, voor elkaar krijgen in uh, Course AI? Goed, stappen we door naar de volgende, nummer 5 alweer: en dat is Courso. En Courso heeft een wat andere uitstraling, vind ik in ieder geval op de website, misschien zelfs de trainingen zelf ook. Hier heb ik ook nog geen account aangemaakt en dat moet wel kunnen ook een gratis account je ziet hier een beetje de ja de look en feel van hoe het eruit ziet de meeste cursussen die ik heb gezien daarvan en de video's dan, dan ziet het er een beetje op dezelfde manier uit je ziet hier meteen dat het quizzen heeft en dat het dus ook op mobiel goed te lezen of te bekijken is nou, al hangt dat natuurlijk een beetje af van hoe jij dat doet je kunt eigen input in cours stoppen en op basis daarvan wordt dan content gegenereerd en dat is natuurlijk heel erg mooi. Ze hebben het over evidence based en dat geldt dan voor de modellen die ze hebben. En uh, we gaan eventjes naar all features. Ook dit is een iets andere weergave dan dat je tot nu toe gezien hebt. Je kunt een outline genereren, ze kunnen een uh, alle lessen worden, krijgen een audio-versie. Die audio is gegenereerd op basis van de tekst. Um, meertalig, AI-editor, ja, e ja, dat uh, is denk ik bijna een sine qua non. SCORM, en je kan het embedden op je website, exporteren als SCORM. Audio worden gegenereerd op basis van de tekst die gegenereerd is... Je kunt weer uh, editen en rege uh, regeneraten uh, op basis van uh, of met AI. En je kunt dus je eigen content uh, invoeren en vervolgens daar weer mee verder gaan. Meerdere talen, hier zelfs 130 talen. Je kunt het delen via het embedden op je website. Maar je kunt het ook exporteren naar een SCORM compliant LMS. Je kunt het ook als pdf gewoon exporteren. Ligt natuurlijk een beetje aan als je video content hebt, wordt dat wat lastiger... Uh, Het is de Beautiful Learning Interface. Nou, dat is natuurlijk altijd uh, wat iedereen daar zelf van vindt. En ze zijn altijd bij met de nieuwste modellen. Je kunt uh, afbeeldingen extraheren uit bijvoorbeeld een website of uit een PDF wellicht. En dan hebben ze voor organisaties een enterprise-versie. Het leuke is dat Coursera een aantal voorbeeldtrainingen uh, heeft en die kunnen we gewoon bekijken als. ...gebruiken als, uh, als iemand die de cursus gaat volgen. Ik klik op Begin Course. Unleash the Team Potential. Hier kan ik de outline bekijken. Hier zie je een progress bar bovenaan staan. Uh, ik neem aan dat dit uh, vragen zijn. Ja, dan kan ik vragen beantwoorden. Through. Submit. Oh, nou ja, dat is... <laughs> ik heb maar gewoon, links, uh, gewoon wat ingevuld. Um, en tot slot hebben we hier dan nog een quiz... Ook hier kan ik vragen invullen. En dan krijg ik hier andere feedback dan dat ik daarnet kreeg. Je ziet pijltjes waardoor je alleen maar de actieve ja, module opengeklapt hebt. Dat leidt niet zo af, dat is fijn. En dit is een, uh, een key takeaway. Dus is eigenlijk iets wat je meegeeft aan je cursisten. Hieronder kun je luisteren naar de les. Dat zal ik niet doen, maar daar kan je ook de speed van veranderen van 1 naar 2. Of vertragen als dat relevant is. En natuurlijk met Next loop je zo door zo'n training heen. Ik zie hier niet per se direct video's in staan. Maar ik ga er even vanuit dat dat ook gewoon kan. De debate. En allerlei verschillende soorten vragen. Dus op zich ziet het er heel rustig uit. Misschien voor sommige mensen iets te rustig. Ik heb niet kunnen terugvinden hoe je de look en feel zelf kan aanpassen. Met de video's die ik heb bekeken, zie ik dat mensen heel erg enthousiast zijn over hoe Coursso werkt. En mede op basis daarvan wil ik de tabel nu verder invullen. En dan doen we boem. Uh, dit kan ik dus niet vinden, daarom heb ik ook een vraagteken staan. Coursso is wat duurder. Het heeft ook wat uitstraling voor wat duurder. Misschien is het ook meer gericht op uh, wat grotere bedrijven die hun. Misschien wel hun team willen uh, opleiden of zoiets. Dat kan ik niet helemaal uh, achterhalen. De AI-afbeeldingen genereren, dat kan niet. Maar wel dus die standaard voice-over. Wat natuurlijk voor sommige mensen heel erg fijn kan zijn. Zeker als het heel veel tekst is. En je kunt er onderweg dan gewoon naar luisteren. Als je in de trein zit of in de auto of aan de wandel bent. Hou ik er nog twee over. En die twee die zijn in die zin wat bijzonder... Dat zijn namelijk uh, tools die al langer bestaan, die een module hebben toegevoegd, AI-cursus uh, genereren. En de ene is een LMS-systeem, en de andere is een, een Nederlands uh, systeem waar je heel veel mee kan. Uh, om maar met die laatste te beginnen: de Huddle AI is toegevoegd aan Huddle, wat al een community is en al een e-learning platform en waar je ook events voor je community kan genereren. Je kent het vast wel, het is van de IMU. En uh, ook Huddle heeft een AI-module inmiddels. Dus ook daar ben ik gaan kijken van, wat kan die module? Voor we verder gaan, eventjes dit. Ben jij op zoek naar software en vind je het ontzettend lastig om keuzes te maken voor jouw bedrijf? Wat is nou de beste tool? Op welk moment? Of adviseer jij klanten op dit gebied? Dan heb ik iets voor je. Download dan de gratis PDF: 10 dingen waar je op moet letten. Bij het kiezen van nieuwe tools. En deze 10 dingen helpen je om zo snel als mogelijk de keuze te maken. voor de best passende tools voor jouw bedrijf of dat van je klant. Het zijn precies deze dingen die ik zelf ook toepas. op het moment dat ik klanten help om tools te kiezen. of liever gezegd een heel toolpakket samen te stellen. wat precies past bij hun bedrijf. zodat de software die ze hebben ondersteunend is. en niet in de weg zit bij het runnen en groeien van het bedrijf. De link vind je hier onder deze video in de beschrijving. En dan denk je misschien, ja, de huddle die ken ik wel hoor. Daar hoef je me niks over te vertellen. Nou, wat ze dus sinds kort hebben: genereer complete cursussen met AI. AI powered. En als je naar nou functies gaat, dan heb je hier dus ook nieuw: de AI-cursusgenerator. Um, In één minuut een cursus met huddle AI. Wat Huddle AI heeft is, uh, je vult een titel in en je vult een beschrijving in en dan rappapalm, komen ze met content. Daar hoef je dus geen, of kun je eigenlijk niet eens, je eigen content aan toevoegen om uh, dat ook mee te geven om een, kunt, konten, om een cursus te genereren. Dus er zullen misschien ook wel niches zijn waarbij je dit eigenlijk niet heel erg goed kan gebruiken. Zeker als je het in het Nederlands doet. Um, hoe werkt die cursusgenerator? Wat ik al zei, je vult een naam in en een omschrijving en je houdt vooral hier het vinkje. Of het bolletje aan de rechterkant. Je klikt op volgende en dan krijg je een inhoudsopgave. In feite de twee-stap-generator, uh, zoals we dat bij heel veel tools zien. Behalve dus bij Course AI, die heel veel stapjes heeft. En dan krijg je de vervolgens de volledige inhoud die je dan zelf moet reviewen. Je kunt geen afbeeldingen uh, laten genereren, of nog niet, moet ik misschien zeggen. Ze genereren geen audio, uh, geen video. Dat moet je allemaal zelf. Toevoegen. Dus in die zin is het een, een kleine verbetering of een kleine toevoeging aan de Huddle e-learning module die je misschien zelf al wel in huis hebt. Dat is meteen natuurlijk dan het voordeel. Dan kun je het gewoon eens uitproberen. Behalve als je de Huddle light variant hebt. Ik zal even kijken of we bij de prijzen kunnen kijken: prijzen. Want bij de light versie heb je dat niet. Wel bij de Premium en Ultimate versie, ook van de Huddle AI, heb ik een video gemaakt. En ook de link naar die video vind je weer onder deze video. Zodat je daar eventueel meer een indruk kan krijgen van hoe die cursus er dan uitziet. Als je de Huddle kent, de AI cursus ziet er hetzelfde uit als alle andere cursussen. Alleen de manier waarop die tot stand gekomen is natuurlijk anders. En dat brengt me dan terug naar de tabel. Dan gaan we die voor Huddle invullen. En dan zijn we dus bijna rond. De pricing is, uh, is reasonable, zeg maar. De branding vind ik beperkt instelbaar. En uh, SCORM kan dus niet de eigen content uploaden. Kan alleen maar als de content al gegenereerd is. En niet om hem te genereren. AI-afbeeldingen kan ook niet. En het AI-resultaat. En ik vond het nog. En ik vind dat het beter kan. Maar. Ik heb er ook geen uitgebreide studie na gedaan. Dus misschien doe ik het hiermee wel te kort. Als jij huddle hebt, zou ik zeker gaan proberen. Als je denkt: hé, hey, is dat iets voor mij? Ga het alsjeblieft uitproberen. En laat het me weten wat je ervan vindt. Kan gewoon hieronder in de comments. Dit brengt ons bij de laatste tool. En die laatste tool die is LearnDash. En misschien denk je: hé, LearnDash is toch een LMS-systeem? Ingewikkeld met WordPress en een heleboel uitgebreide. Uh, mogelijkheden om online trainingen te maken. Helemaal correct. Maar LearnDash heeft ook een AI Generator in zijn cursusomgeving zitten. En we zullen eens even kijken. Ik heb gezien dat hij in mijn cursusomgeving zit. En LearnDash AI uh, build your courses with a boost from AI. Dus je hoeft het niet meer alleen te doen. Dat komt het eigenlijk op neer. Je geeft hier aan wat, uh, wat voor cursus wil je. En dan creëert hij ploem zo'n hele cursus. Uh, en uh, Reclaim Your Time, dat is natuurlijk een terugkerend thema. Je kunt AI-chat gebruiken om de studenten te ondersteunen. En daarmee, of dat doe je met je own virtual instructor. Dus eigenlijk maak je een soort AI-docent. Anderen noemen het een bot, maar dit noem je dan een instructor. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. En dat kan misschien wel heel interessant zijn als je een groep hebt die zelfstandig moet werken en die eigenlijk ook. Um, misschien wel aan de andere kant van de wereld zit terwijl jij slaapt... of dat je eigenlijk niet de hele tijd ondersteuning kan bieden. Wie weet. Ik heb het niet uitgeprobeerd. Eerlijk is eerlijk. Je hebt een course creation wizard om een videocursus te maken... Met een, op basis van een bestaande video in Wistia of YouTube of... Uh, Vimeo of een playlist, eigenlijk daarvan. Dan kun je nog een hele outline bouwen. Dat zagen we net daarboven al. En daarnaast is er een AI Quiz Builder, dus dan hoef je ook zelf die quizzes niet meer te maken. En die Virtual Instructors, die zijn experimental, maar die zijn dus wel in ontwikkeling. Hartstikke interessant. En op deze manier gaat LearnDash ook een beetje mee in de vaart der volkeren. Want het is uh, in mijn beleving nog steeds best wel een, uh, een robuust. En uh, stevig uh, systeem, wat best wel een grote le leercurve heeft. Uh, wat een, een nadeeltje is, je moet hier een OpenAI account voor aanmaken. Je moet er ook wat geld op zetten, zodat je ook die, die cursussen kan genereren. Dus dat vind ik, nou ja vind ik wat onhandig. Maar het begin is er. En dan kun je dus als je een LMS-systeem hebt gebouwd in LearnDash, ook daar gebruik maken van AI om nieuwe cursussen uit te werken op een manier die natuurlijk veel sneller is dan tot nu toe. Wat ik al zei, het begin is er, dus ik denk dat hij hier nog wel een vervolg aan gaat krijgen. Dus LearnDash AI is inmiddels ook in ontwikkeling en heeft best wel wat potentie denk ik. En de rest ons nu alleen nog om de kolom van LearnDash in de tabel in te vullen, zodat we een totaaloverzicht hebben van die zeven tools die ik Eigenlijk een beetje op hoofdlijnen naast elkaar heb gezet, zodat jij een beetje een idee krijgt van waar moet ik nou eens induiken als ik aan een AI course generator denk en uh, welke past bij mij en welke ook absoluut niet. En je ziet het, de laatste kolom in de tabel is voor LearnDash. Ik heb uh, twee oranje vakjes en twee rode vakjes en uh, ik heb het niet heel erg uitgelegd, maar oranje is dan... Iets minder, iets minder slecht dan rood. Of iets minder goed dan groen. Nou ja, goed. Het zit er een beetje, in ieder geval een beetje tussenin. Het AI-resultaat. Uh, ik heb het niet helemaal zelf gezien. Maar wat ik ervan zag, dacht ik. Hmm, misschien kan het nog wel, uh, nog wel beter. Misschien als je dus de videolijst gebruikt om content te creëren. Dat het dan beter is. Alhoewel dat gewoon één op één wordt gegenereerd. Dus AI. Nou, je hebt de transcript. Dan, uh, dat is het AI gedeelte. Afbeeldingen genereren heb ik niet kunnen vinden. Quizvragen: zeker wel. Eigen content uploaden. Ja, dat is dus als je video uh, playlist. Dus niet één video, maar meerdere video's upload. Dan kan hij daar op basis daarvan uh, modules en lessen maken. Weet ik niet helemaal of ik dat onder AI genereren vind. Dan uh, handmatig aanpassen. Ja, daar is natuurlijk LearnDash groot mee geworden. De branding instellen. Je kunt het compleet inrichten zoals je zelf wil. Zeker als je natuurlijk al een bestaande uh, online academie hebt in LearnDash. En mocht je een SCORM compliance nodig hebben, dan moet je zeker niet bij LearnDash zijn, heb ik begrepen. Er zit wel een nieuwe hoe heet dat, model, of, of ik weet niet precies hoe je, hoe je SCORM zou noemen. Maar uh, een, een vervanger daarvan. En hey, ik heb hier geen prijs ingevuld. Dat komt eigenlijk omdat ik ervan uitga dat iemand niet voor Learn-AI learn, -Dash AI learn -Dash gaat aanschaffen. En als je het dus wil proberen, heb je learn -Dash al en kost het je niks extra's. Wat niet helemaal waar is, want je moet wel een OpenAI-account maken. En je moet daar wat geld op zetten. Nou, dat is in de orde van grootte van 5 tot 10 dollar. Dus dat is te overzien. Dus misschien zou hier gewoon een paar euro moeten staan. Dit is het totaalplaatje. En nou denk je misschien, ja, allemaal leuk en aardig. Maar wat moet ik hier nu verder mee? Nou, daar heb ik aan gedacht. Want. Ik dacht, als je nou ondernemer bent en je wil starten of met, met online cursussen hè, of juist iets extra's bieden, dan zou je kunnen kiezen voor Mini Course Generator. kun je super makkelijk mee beginnen. Je kunt daar uh, allerlei korte, onder of korte cursussen van maken. Dus ook het aanpassen van zo'n cursus is niet zo moeilijk. En je kunt die cursussen heel makkelijk stapelen en daar dan uiteindelijk één lange cursus of training van maken. Heel down to earth en het is natuurlijk qua prijs ook een no brainer om daarmee te beginnen. Kan je leuk experimenteren met AI Course Generating? Als je nou denkt: ik heb Huddle of LearnDash, dan zou ik zeker die kiezen, want ja, daar kan je dan ervaring op doen. Het is niet zo natuurlijk dat je dan um, een full blown Course Generator hebt, zoals mini Course Generator. Maar je kunt wel eens gaan kijken van hey, wat kan je daar nou mee? Wat kan ik daar nou mee? Wat wil ik daar eventueel mee? En dan tot slot, voor trainers en coaches die al heel veel content op de plank hebben liggen en maar niet komen tot het maken van een cursus. Is e-skilled echt heel interessant. Je voert daar je eigen content in. Je krijgt dus je eigen ja, expertise die omgezet wordt in een cursus. Het werkt super gemakkelijk. En het heeft eigenlijk heel veel voordelen. En het is een dedicated e-course generator, dus je kunt met je cursus uiteindelijk ook alle kanten op en daar zit zeker nog veel ontwikkeling op. De prijs daarvan zou je kunnen zeggen, nou dat vind ik wat minder, maar stel dat je die cursussen ook daadwerkelijk gaat verkopen, dan heb je dit natuurlijk zo terugverdiend als je denkt aan 55 dollar ongeveer per maand. Dus Zeven tools die ik mij naast elkaar heb gezet. Dit is eigenlijk uiteindelijk een beetje mijn conclusie. Maar bottom line ben ik natuurlijk heel benieuwd naar wat jij zou willen en wat jij interessant vindt. En ook of je deze video interessant vindt. Laat het me weten onder de video in de comments. En laat dan ook even weten wat voor video's je graag zou zien op dit kanaal. Voor nu, bedankt voor het kijken. En kijk ook even deze video. Tot de volgende.